Een hele, doe maar. Een hele pakke lading naar spullen. Zo, kom hier maar even staan, dames, want jullie hadden ook één microfoon nodig, die hebben daar neergezet. Laat me raden. Wie zijn dit, jongens? Hebben iemand een idee? Ja. Ah, jij weet dat natuurlijk, of niet? Help die dan? Nee, ik zal het even zeggen, want voor mij staat, of naast mij staat, Roy Rienes en Pedaalhemmer, maar zo heet hij niet in de rechter. Hoe heet jij in de rechter? Maureen. Maureen, dames en heren. Applaus voor Maureen. En jij? Annick. Je hebt een vrolijke meid mee, of niet? Of zijn het de zeventjes? Dat zou ook kunnen. Dus kom een beetje naar voren. Kom een heel klein beetje naar voren. Dan kan de mevrouw van de SBS6-camera ons ook even goed zien. SBS6, ja zeker. Ja, we komen echt op televisie hoor. En morgen op YouTube en op de site van de Café Sportlust de Wulp. Dus allemaal kijken, want daar staat alles op. Hé, hey, jullie gaan een liedje doen van Roy Rienes en Pedaalhemmer. Hoe oud ben jij? 10. En hoe ken jij Roy Rienes en Pedaalhemmer? Toen jij 3 was, toen kon jij het liedje al zingen. Nou, dat is hartstikke knap. Zullen we gewoon even luisteren en kijken, dames en heren, naar het eerste optreden van vanavond. Geef ze echt een heel groot welkomstapplaus. Hier is Roy Rienes en Pedaalhemmer en de Hoornse Plas. De Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas. Timmeren vooral staat fietsen en je plaats het kloor. Met middag Hoornse Plas was ik al lang tevreden. Maar mijn vrouw die was zo nuttig door de Middellandse Zee. Maar hij aan het strand van Costa Pesetas. Nou, ik bleef even toespieden. Hoornse Plas. Op camping zucht je niks meer door de barbecue rook. Maar zo geroemde olle kiek en jastroon is er ook. Dat was gezellig. Wil je hier eens aan de soep of lekker op je een? Een eerste is te duur en de beste nooit tevreden. Ik vond dat ik wel lekker rustig toes bleef was. Ik ging elke dag met gaten door. Hoornse Plas. Mijn schouders en mijn rug zijn eerst 2 graden verbrand. Maar dat is 2 graden meer dan vorig jaar aan het groene strand. Over al die blote vrouwen kan ik beter maar zwijgen. Want het doet de temperatuur bij mij alleen nog maar stijgen. Maar waar ik kan maar beter turen in die oude panorama's. Dan het gluren, naar die grieten aan de Hoornse Plas. Julio Iglesias, nee, geef niemand PR in de schende. Hoor.
Hoornse Plas. Ja. Fantastisch, hè? Het applaus gaat wel heel lang door, hè? Dus het was wel heel goed. Hé, maar ken jij het liedje ook al? Of heb je het geleerd omdat zij het zo mooi liedje vond? Ik heb het geleerd. Ja, hè? Nou, ik vond dat je het heel goed gedaan hebt, jongens. Vonden jullie ook, hè? Geef ze nou een grote klas.